Ik heb Omicron. Op de keukentafel ligt een plastic staafje met twee parallelle rode streepjes in de controlegleuf. Geen twijfel. Ik heb Omicron. Omicron is een zegen. Milde verschijnselen nemen de plaats in van het venijnige delta en natuurlijke immuniteit biedt de beste bescherming. Droge keel, neusverkoudheid en een licht kuchje. Iedere winter heb ik dat en meestal met duidelijke keelpijn bij het slikken. Alleen vorige coronawinter 2021 niet. Hoe paniekeriger de samenleving werd over corona, hoe fysiek gezonder ik me voelde. Van corona nooit last gehad, van de maatregelen des te meer. Hoewel nooit ziek geweest, kreeg ik ook nog een herstelbewijs op basis van antistoffen aangetoond via een serologische test. Maar nu heb ik dus omikron En nu wil ik ook precies weten hoe het gaat met dat testen en dat QR-toegangsbewijs. Zit een aardige kolom in. Je moet je tegenslagen altijd ombuigen in uitdagingen. De regering kwam dezelfde dag met versoepelingen, maar het QR-paspoort kwam op alle uitgangslocaties versterkt terug. Het QR-paspoort is een schandalig discriminerend instrument dat iedere beschaafde maatschappij op basis van de grondwet direct moet verbieden. Maar we moeten wel overleven in de publieke ruimte en niet tot paria worden. Principieel weigeren klinkt stoer, maar betekent voor weigeraars gewoon ongevaarlijk thuisblijven. In de oorlog werd het persoonsbewijs afgedwongen. En het verzet bestond uit, niet uit principiële weigeraars, maar zorgde ervoor dat mensen zonder persoonsbewijs echte dan wel valse paspoorten kregen. Iedereen gevaccineerd of niet, genezen of niet, getest of niet, iedereen moet iedere keer weer protesteren en hijzaam maken tegen dit vernederende en discriminerende. Instrument. Dat helpt. Ik belde een vriend die twee dagen eerder had aangegeven omicron te hebben en zich een dag later positief liet testen. Had ik het van hem? Ik wist het niet. Ik moest via mijn computer naar coronatest.nl gaan en een afspraak maken via mijn DigiD. Zonder afspraak geen test. Na afloop kreeg ik een e-mailbevestiging en werd gebeld door een computer die mechanisch mijn afspraak bevestigde. Daarna een e-mail met QR-code patiëntennummer 15651483. Ik moest even niet weten of ik moest lachen of huilen. Dit was de stem van de nieuwe virologische dictatuur. Wat een onzinnig controle- en toezichthoudend systeem hadden ze opgetuigd. Het beschermde niet of nauwelijks onze gezondheid. De meeste mensen deden alleen maar mee door overheidsdwang en QR-chantage. Mensen maken een afspraak en gaan in de rij staan. Geef mij een QR-toegangsbewijs waarmee ik maatschappelijk mag bestaan. Ik dacht aan Brave New World van Elders Huxley. Wij zijn in een gastvrije, virologische dictatuur aangekomen. En we drijven een absurd en surrealistisch universum binnen. Die dinsdagochtend werd ik met keelpijn wakker. Om... 12 uur 15 moest ik me melden bij de GGD aan het Anton de Komplein 157 in de Belmen. De GGD Amsterdam heeft hier een noodgebouw geplaatst waarin plastic hokjes, 40 medewerkers in serie keel- en neusmonsters afnamen van ongeveer 1400 bezoekers per dag. Bij de RAI, Noord en Sloterdijk staan vergelijkbare test- en vaccinatiecentra, waardoor in Amsterdam ongeveer 10.000 mensen per dag getest kunnen worden. Het deed me denken aan het Oost-Europa van de jaren 80, waar je visa moest hebben en geld wisselen om daar te kunnen rondreizen. In het Westen werd dat gezien als het bewijs dat je op bezoek ging in een dictatuur. En dat was moreel onjuist. Daar lachte ik altijd om. Hoe fouter het regime, hoe groter mijn motivatie om binnen te dringen in het hart van het systeem. Bij de ingang van de hal moest ik met een mondkapje in de rij gaan staan en vervolgens me melden bij hokje 7, waar een donkere jonge vrouw mij verwelkomde. Of ik het ook zelf mocht doen, zo lachte. Nee, ik doe het wel. Als je het dan maar voorzichtig doet, anders ga ik kotsen, zei ik om haar in de voorzichtigheidsmodus te dringen. Er verscheen een man met drie Amsterdamse kruisen op zijn mond. Heb je een spuugbak nodig? Nee, zover was het nog niet en zover moest het ook niet komen. Ze draaide het wattenstaafje viermaal rond in mijn keel en viermaal in mijn neusgat. Was dat alles? Ik bedankte haar opgelucht. En wanneer krijg ik de uitslag? Ik was hier toch niet voor niets geweest. Kon ze niet wat virus aan het staafje smeren? Ze lachte. 24 tot 48 uur. Bij de uitgang van het gebouw stond een bord. Goed bezig. Door uw bijdrage krijgen we samen corona onder controle. Bedankt. Ik schreef virtueel mijn eigen tekst op het bord. We krijgen niets onder controle, we registreren alleen alles en dan tuigen we een absurd QR-systeem op om de illusie van controle over het virus in stand te houden. Maar Omicron lacht daarom. Omicron danst rond en gaat de strijd met onze lichamen aan. Diezelfde avond kreeg ik een e-mail: de uitslag van de test is positief. Dat betekent dat u corona heeft.